Hallo allemaal, ik ben Thomas Dulf en ik zit hier op het station in Keulen. Want hier moet ik elke week naartoe om te studeren. Van God hier bij Bram van Sambeek. En ik mag deze zomer de artist in residence zijn tijdens de Nationaal Jeugdorkest Muziekzomer. Ik heb natuurlijk ontzettend veel zin in en met deze vlog wil ik jullie gaan duidelijk maken wat ik ongeveer allemaal ga doen. Dus dat komt er nu aan. Ik zit ondertussen in de trein vanuit Keulen terug naar Amsterdam. En ik heb altijd een hele leuke coupé waar ik lekker hard aan het werk ben. Ja, dus ik wil even kort gaan vertellen wat ik dus in de muziekzomer ga doen. Er komen 5 hele mooie projecten aan. We gaan iets doen met Hartslag. Het wordt een soloprogramma, een improvisatie-salonprogramma. Er komt een enorme blauwbaardopera. Dan komt er nog Goodbye Dolina. En ook nog Vivaldi. Dus er is ontzettend veel om naartoe te komen. En het wordt ontzettend spannend. Inmiddels aangekomen in het winderige Amsterdam. Kijk maar. En ik loop nu naar het conservatorium waar ik een beetje ga studeren. Want ja, die 5 projecten die komen er natuurlijk niet vanzelf. Nou, ik hoop gewoon dat heel veel mensen kunnen komen. Het wordt ontzettend gaaf. De programma's staan online. Kijk wat je leuk vindt en kom langs. Hallo. En dan loop je dus te vloggen en dan kom je opeens Deborah tegen. En Deborah doet mee in het Goodbye Dolina project. Kijk, we kijken vol de zon. Zeker weten. En lekker regen in ons gezicht. Het regent lekker. Het weer is weer niet om aan te zien. Het is echt hoop dat het deze zomer beter is. Ja, zomer wordt veel beter. Nou, en Deborah en ik hebben er ontzettend veel zin in. Dus allemaal komen kijken. Dat is zeker weten. Op 3 en 4 augustus in mijn hoofd.